NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Graham, je hebt vanmorgen een vervelende beslissing moeten nemen door Mats Seuntjes en Adnane Tigaduini voor onbepaalde tijd te schorsen. Kun je uitleggen wat er precies gebeurd is, waarom jullie tot deze beslissing zijn gekomen? Ja, het is eigenlijk een opeenstapeling van zaken die achter elkaar gebeurt, binnen en buiten het veld. Dat hebben de jongens voorgelegd, wat we van ze verwachten, wat ze moeten doen als professional. Dan kom je in conclave met elkaar en of ze dat besef hebben. Nou, ze zeggen dat ze dat besef wel hebben. Wij hebben soms daar twijfels over en dan komen er een aantal voorbeelden. En dan leggen we dat bij elkaar en dan kom je uiteindelijk tot de beslissing. Dat je zegt, neem het even mee naar huis en dan komen we er later op terug. Ja, het is een vervelende beslissing als het niet goed gaat met de club, neem ik aan. Ja, dat is zeer zeker. Kijk, we zitten gewoon in zwaar weer. Hè. We staan op plaats 16. We zitten hier gewoon in degradatiegevaar. Je verliest 2-0 tegen Go Ahead afgelopen weekend. Ja, en dan denk ik dat we er alles aan moeten doen met deze ploeg om te zorgen dat we erin blijven. Hè. En dat betekent met iedereen, met de hele ploeg, met iedereen, met de hele staf. Daar moeten Artje en Mats moeten daarin mee. Hoe gaat het nu met hun verder? Ze zijn voor onbepaalde tijd geschorst, maar hoe gaat dat verder nu? Ja, nou, ik heb straks overleg met de technische staf, met Erik, met Rob en met Albert. Dan gaan we kijken hoe we dat het beste kunnen aanvliegen. We hebben straks nog een training hierna. En dan gaan we even zitten en dan zullen we dat overbrengen richting Mats en Adnane. Ja, de onrust die er leeft onder supporters, is die alleen te verstommen met goede resultaten en dan ook een winst zaterdag tegen Utrecht? Ja, dat zou wenselijk zijn, maar tegelijkertijd dat had ik graag tegen Go Ahead ook wel willen hebben. Hè. Dat had ik tegen ADO Den Haag thuis ook wel willen hebben, waar we de kans hebben gehad. Dat laten we allemaal liggen. We scoren moeilijk, we krijgen makkelijk goals binnen. Dat is helemaal zo. Daar werken we aan. Hè. Dus het is een winst zal in ieder geval wel de hele ploeg goed doen. Maar niet de hele ploeg, ik denk ook heel NAC op kantoren, maar de supporters en de sponsors zeker.